Oké, ik wil even proberen iets uit te leggen over het idee van een statische regelafwijking. Statische regelafwijking. Wat we ermee bedoelen is simpel. Ik zet de thermostaat van 15 naar 20 graden Celsius. En het wordt 19 graden Celsius en het blijft 19 graden Celsius. Dan hou ik een regelafwijking over. Die blijft van 1 graad Celsius. Dus soms kan een regeling zo werken dat er een verschil blijft bestaan en het wordt niet weggeregeld. En dat komt soms voor. Je zou zeggen van, goh, dat is toch nergens voor nodig. Helaas zit de wereld soms zo in elkaar. Om te kunnen begrijpen hoe je daaraan kan rekenen, ga ik naar blokschema's kijken. Blokschema's gaan natuurlijk over het idee dat ik een systeem kan beschrijven als een blok met een bepaalde overdrachtsverhouding. Ik noem de overdrachtsverhouding van dit blok A. En ik ga even kijken naar een systeem waarin het uitgangssignaal van A wordt teruggekoppeld naar een systeem B. Dit is Bart, dit is Albert. En hier wordt afgetrokken van het ingangssignaal. Dus ik stop een signaal X in een systeem. Daar trek ik iets van af. Het verschil van die twee gaat naar A. Wat eruit komt, dat is mijn uitgangssignaal. En hier zit dan een terugkoppellus. Dit idee van terugkoppeling van feedback ligt natuurlijk in het hart van regeltechniek. Elke regeling is bijna per definitie een feedback systeem, waarin de uitgang van het systeem weer invloed heeft op hoe je dat systeem gaat aansturen. Dus een beetje snappen wat hier gebeurt is best handig. Je kunt dit systeem als het ware vereenvoudigen tot een systeem met één overdracht. Ja, want die Dus, A en B zijn overdrachten. ja, dat zijn overdrachtsverhoudingen of getallen, net wat je wil. Zo van, er gaat iets in en hoeveel groter of kleiner is Gaat dat? iets in en er komt wat uit, hier gaat wat in. Maar dat zijn die dingen die beschrijven de termen ook van de S eventueel. Hè? Dat mag, hè? Het mag gewoon 2 staan, maar het mag ook iets staan van. Dus als het 2 is, is het gewoon 2 keer zo groot. Maar het mag ook bijvoorbeeld staan. Als A een eerste orde systeem is, dan zou er mogen staan K gedeeld door touw S plus 1. Ja. Oké, ja. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het idee van waar we hiermee werken, dat was al bedacht voor getallen. En later ontstond de behoefte om dat niet alleen voor getallen te kunnen doen, maar ook voor systemen. En met veel trekken en duwen konden mensen bewijzen dat die Laplace-transformatie geschikt was om dan ditzelfde trucje niet alleen met getallen te doen, maar ook met hele systemen en met hele overdrachten. Ja, oké, ik ben aangesloten. Dat is het hele idee ervan. En de theorie voorspelt dat als ik dit hele systeem als het ware wil gaan inpakken in één systeem, of anders zou ik kunnen zeggen, me afvraag op welke manier reageert de y op een verandering van x, als wat hier binnenin gebeurt, dan is het antwoord daarop dat hetzelfde is als a gedeeld door 1 plus a maal b. A maal B wordt ook wel genoemd de loop gain van het systeem, de rondgaande versterking. En wat we bij regeltechniek gaan zien is dat die loop gain vaak heel bepalend is voor hoe het systeem zich gaat gedragen. Dus zoals we net hebben gekeken naar de polen van een systeem, zullen we op een gegeven moment ook gaan kijken naar de polen van zo'n loop gain. Wat zit er allemaal in die loop? A maal B. En deze noem ik dan even de doorgaande versterking. Dus als ik in de rechterlijn van x naar y ga, kom ik door A heen. Dus ik noem dit als de doorgaande versterking. En heel veel mensen onthouden deze formule als de doorgaande versterking gedeeld door 1 plus de rondgaande versterking. Het is niet heel moeilijk om uit te leggen waarom dit de goede formule is. Dat hoef je niet te weten, dus je mag nu ook even doorklikken als je wil. Maar ik weet niet precies hoe ver. De redenering is eigenlijk best simpel. Want je zou kunnen zeggen, stel dat ik hier iets verander. Dus ik heb hier een verandering delta x. Dan zal die verandering hier gaan leiden tot een verandering delta y. Die gaat hierin, dus wat hieruit komt is b maal
delta i. Ja. Dus ik heb hier een verandering delta x en dan moet ik b mol delta i van uittrekken. Dus ik krijg van aftrekken delta x min b mol delta i. Ja. Dat gaat in dit blok. Dus het wordt nog een keer a keer zo sterk. Dus hier staat a maal delta x min b keer delta i. Dus ik had eerst gezegd dat dit signaal delta i was. En nu zeg ik dat datzelfde signaal a maal delta x min b delta i is. Oftewel, a maal delta x min b maal delta i is gelijk aan delta i. Haakjes wegwerken. A maal delta x min a b maal delta i is delta i. Dus a maal delta x is 1 plus ab maal. Oh, dat heb ik even tussen haakjes gezet. Ja. Ja, dan zie je hem al ontstaan. En dan ontstaat hij al, hè? Delta i gedeeld door delta x is a gedeeld door 1 plus ab. Ja. Blijft een beetje geheimzinnig. Nou, er gebeurt iets in die doorgaande loop waarin die kennelijk een soort evenwicht vindt waarin dit precies waar is. Dus het is een beetje tricky om je dat voor te stellen. Maar als je in wiskunde gelooft, net als ik, dan is de onontkoombare conclusie dat het dit moet zijn. Ja. Als je eraan gaat meten, blijkt dat ook te kloppen. Dat is natuurlijk altijd. Ja. Ja. Dus dit is een soort algemeen beeld van een teruggekoppeld systeem. In de regeltechniek tekenen we hem vaak een beetje anders. In de regeltechniek, we hebben een of ander systeem, of een proces. Dat proces heeft een overdrachtsfunctie. Is die P van primair of zo? Nou, van proces, denk ik. Oh, van proces. Dus een proces dat ik wil regelen, misschien de snelheid van een auto, of de temperatuur in dit lokaal. Ja. Of een andere grootheid, of de uitgangsspanning van de buckconverter, die wil ik regelen. Dat proces kan ik aansturen op een of andere manier en ik stuur hem aan met een regelaar. En die regelaar is een ding die in principe ook een overdrachtsfunctie heeft. En waar kijkt die regelaar naar? Die kijkt eigenlijk naar twee dingen. Want wat hij vergelijkt is hier de uitgangswaarde i. Die gaat natuurlijk teruggekoppeld worden. Met de gewenste waarde van i. Dus die regeling bestaat uit het idee, ik heb een of andere gewenste waarde van i. Dat was bij jouw thermostaat 20 graden. Ja. Ja, ik wil de temperatuur op 20 graden. Ik wil mijn auto op 90 km per uur. Dat vergelijk ik met de echte temperatuur of de echte snelheid van een auto. En het verschil van die twee, de regelafwijking en de error, het verschil, dat gaat naar je regelaar toe. Die regelaar gaat met zijn eigen overdracht bedenken van oké, hoe moet ik dan het proces gaan aansturen? Hoe hard moet de verwarming gaan werken? Hoe diep moet ik mijn gaspedaal induwen? En daar heeft hij het systeem weer op. Als je dan naar die thermostaat zo kijken, dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken, als die fout 5 graden is, dan moet ik harder mijn best doen dan als dat die fout 1 graden is. Ja. Ja. Van dit systeem zou je deze rekenregel weer kunnen toepassen. Dan zie je dat hij er ietsje anders uit komt te zien. Nu zou je zeggen, het is de overdracht van de regelaar maal de overdracht van het proces. Ja, de loop gain is nu diezelfde. Oh ja, want dat is eigenlijk A. Ja. Ja. Oh ja, want je ziet dat bovenste ding zie je eigenlijk gewoon als A. Ja, ja dus dit, ja. Deze twee samen zijn A. Ja. En B is... Ja, B is B. Ja. Ja, snap ik. Had ik net al gezegd van we houden van het begrip loop gain. Zo kom je in het boek ook tegen.
En ook in het boek zie je staan van als we alle overdrachtsverhoudingen in de loop allemaal met elkaar vermenigvuldigen, dan noem ik die de loopkern. Dus ik verander hier wat, even kijken wat het hier tot gevolg heeft, en dit is het resultaat. En voor een deel zou je hier ook kunnen zien wat eigenlijk het probleem of de uitdaging van het vak regeltechniek is. Want welk resultaat zou je hier het liefste uit willen hebben? Als ik de thermostaat van 15 naar 20 zet, dan wil ik hier een verandering die ook van 15 naar 20. Ja, ik wil dat. Als ik hier 1 graad Celsius temperatuurverhoging zet, dat ik hier ook 1 graad Celsius temperatuurverhoging heb. Dus ideaal gesproken is deze verhouding 1. Ja. Ik heb L gedeeld door 1 plus L. Welke waarde van L kan ervoor zorgen dat er 1 uitkomt? Als L heel erg groot is. Als L oneindig groot is of heel erg groot is. Ja. Dus vanuit de theorie zou je al kunnen zien van als je iets wil regelen, dan zou je eigenlijk moeten zorgen dat die loopgain zo hoog mogelijk is. Maar dan zou je HRS zo hoog mogelijk maken. Verwacht je. Ja, dit is echt die combinatie. Het gaat om de combinatie. Hè? Dus de uitkomst wordt bepaald door de combinatie. Alleen hier kan ik niet aan draaien. Dat is mijn huis, mijn verwarmingsinstallatie, de auto zoals die nou eenmaal is. En dit is het stukje software wat we moeten gaan besturen. Ja. En dan zou je dus kunnen zeggen, ik moet deze zo groot mogelijk maken om te zorgen dat ik een goed gedrag krijgen. In werkelijkheid kan dat niet. Oh. En daar gaan we het dan een andere keer over hebben. Cool. Oké. Zal ik hem maar stopzetten? Nou, er is één dingetje nog. Ja? Misschien. Als je deze formule begrijpt. Uitgeveegde. Als je gelooft dat dit waar is. Dan zou je kunnen zeggen van stel je voor dat die L een waarde van 9 heeft. Ja. Dan is mijn overdracht 9 gedeeld door 10 is 9/10. Hey. Nou, ik denk dat ik de link snap met jouw allereerste opmerking. Ja. 0,9. En als hier 4 zou staan, dan is het 4 gedeeld door 5. Ja. En in plaats van naar deze overdracht te kijken, naar die 0,9 of 0,5, zou je ook kunnen zeggen van hoe ver wijkt die af van het ideale geval? Ja. Nou, het ideale geval is 1. En als ik daaraan wil rekenen, en zo kom je in het boek ook tegen, dan noemen ze dat een soort van procentuele regelafwijking, 1 verdeeld door 1 plus 0. Want nu kun je zeggen, als ik hier 9 invul, is het 9 gedeeld door 10. Dus dan heb ik 9/10, 0,9. Ja. Als ik hier 9 invul, hou ik over 1 gedeeld door 10. Oh ja, je houdt het stukje aan de andere kant. Het stukje aan de andere kant van de 1 hou ik over. Ja, oké, okay, nee, ik zie hem. Ja. Ja, maar ik denk wel, als je een half wordt 2 gedeeld door 3, dan krijg je daar dus 1 derde. Ja, ja. Ik zie hem. Want je komt zeg maar, links is eigenlijk het al bijvoorbeeld 60% en rechts komt er dan 40%. Precies. Als dit 60 is dit 40. Als dit 0,9 is dit 0,1. Okay. Dus je kijkt eigenlijk als het ware naar het complement, het missende stukje ervan. Ja. En deze, die kom je ook als regeleis tegen. Dus we hadden in het vorige filmpje hadden een regeleis voor de settling time, hoe snel moet het zijn. We hadden een regeleis voor het doorschot, hoe ver mag die doorslingeren. Maar in praktijk kun je ook eisen stellen voor hoeveel statische regelafwijking vind ik acceptabel. Maar nu hebben we het over het steady state gedrag eigenlijk. We hebben het over. Dit gaat over steady state. Dit gaat over de regelafwijking die blijft bestaan. Ja, precies. Ja, precies. En bijvoorbeeld bij zo'n temperatuurregeling kan ik wel zeggen, als ik de thermostaat op 20 zet, dan wil ik ook dat het 20,000 graden Celsius is. Nee, het gaat nog goed in het filmpje. Oké, okay. Ja, dan moet je nu meer bewegen of zo, wat gebeurt er? Nou, maar het filmpje, het filmpje gaat gewoon goed. Nou, oké. Okay. De frame rate gaat een beetje naar beneden, maar ik denk dat het goed gaat.
Maar bij die temperatuurregeling weten we al lang dat mensen een verschil van 0,1 graden Celsius gewoon helemaal niet opmerken. En als jij het te warm vindt, vind ik het te koud en andersom. Ja. Dus in praktijk zeg je, als ik 20 graden Celsius instel voor de thermostaat, dan is elke temperatuur tussen 19 en 21 is eigenlijk oké. Okay. Ja. En zo zijn er best veel voorbeelden van regelingen waar je ook een eis zegt van er is een bepaalde regelafwijking die ik accepteer in praktijk. Ja. En dat helpt, want dat hoef je in elk geval geen oneindig hoge versterking te hebben. Ja, want wat je weet eigenlijk dat je, als het 1-0 is, dat kan eigenlijk gewoon niet. Dat is wat je net zei. Nou, wat hier staat is dus inderdaad van ja, eigenlijk is het, en dan komt er wel een truc, dat doen we dan later. Ja. Maar eigenlijk is het, als je hier kijkt, zeg maar, eigenlijk is het onmogelijk om dit 0 te maken. Ja. Maar er is nog wat anders aan de hand, want als je dit klein wil hebben, moet je deze groot maken. Ja. En dan gaat er iets gebeuren met de stabiliteit van je teruggekoppelde systeem. En dat wordt dan het volgende filmpje. Top. Dankjewel.